Dinsdag 23 juni hebben leerlingen van de bovenbouw van de Prins Willem-Alexander School les gekregen over Suriname. Vandaag gaan we, dat is de Stichting Vrienden van Suriname, een informatieles geven aan de kinderen hier van de Prins Willem-Alexander School over Suriname en de Surinaamse samenleving. En dat is in het kader van een jeugdproject dat we uitvoeren samen met onder andere de Stichting Burgerweeshuis Tiel. Ruim 100 kinderen waren bij de les betrokken. Het project wordt financieel gesteund door het Burgerweeshuis. Dit jeugdproject, geïnitieerd door de Stichting Vrienden van Suriname, bestaat uit onder andere het verschaffen van informatie aan Tielse jeugd over Suriname en de Surinaamse gemeenschap, het inzamelen van hulpgoederen en het onderhouden van contact met jeugd in Suriname waar de hulpgoederen voor bestemd zijn. In Suriname is het niet zo slecht als in menig ander land in Afrika en Midden-Oosten, maar men heeft toch nog heel veel te maken met heel veel armoede. Vooral in het binnenland en in bepaalde wijken van Paramaribo. En die hulp hier is nog steeds nodig. De leerlingen van de Prins Willem-Alexander School hadden nog een verrassing. Ze boden namelijk een cheque van €300 aan. Met dit bedrag kan een deel van de transportkosten van een container vol met hulpgoederen betaald worden. De Stichting Burgerweeshuis helpt mee met heel veel jeugdprojecten in Tiel. Onder andere door het financieren, meehelpen met de financiering. En zij ondersteunen dit, want ja, hoe je het went of keert, het transport, dat krijgen we wel redelijk goedkoop via Werkman uit Barendrecht. Maar desondanks kost het toch geld en zij betalen een deel mee, waardoor dit project hier mogelijk wordt.